Ja, vandaag in alles wat gebeurt en boeit gaan wij eens kijken hoe het met de brugwachters van Weef staat. Het is winderig weer, fantastisch weer om te zeilen. En minder fantastisch weer van al die sloepjes en die schepen die, die windgevoelig zijn. En dus alles bij moeten zetten om recht door de sluis te gaan. We gaan de brugwachters opzoeken die verantwoordelijk zijn voor al die bruggen en de veiligheid van al die watersporters. Want heel veel watersporters met dit soort wind hebben enorme problemen, toch? Ik heb daar nu even geen zin in namelijk. Nee, ik ben met mijn werk bezig. U wordt de bekendste brugwachter van wij straks? Denk het niet. Waarom niet? Daar heb ik geen zin in. Nou ja zeg. Ik ben al bekend en beroemd. Waarvan? Ja, overal van. Vertel, maar dan worden we nieuwsgierig. Ja, dat dacht ik al. Maar heeft u dit altijd al gedaan? Nee. 5 jaar pas. 5 jaar? Nou, daar heeft u al wat gezien in wezen. Genoeg? Ja. Want er gebeurt genoeg op zo'n sluis, bij zo'n brug. Het wordt nog druk. Ja, ook dat nog. Ik kan nagaan, hoe druk ik het heb. En dan heb ik jou er ook nog een keer ja, bij. Ja, het is een ramp, ik begrijp. Ja. Het is een ramp. Deze valt wel hard, hè, voor een huurboot. Ja, nou, goed. Heb je haast? Ja, 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 maar de meeste lokaalboten die hebben problemen in de sluis en in de brug, hè. Die hebben 20 wielen nodig om niet te botsen. Ja, zoiets. Maar heel veel watersporters weten nu dat deze brug open gaat, om 5:30. Is dat zo? Oh, het is 5:50. Ja, de meesten weten dat ze open gaat. Ja, 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 ja. Maar het is wel het eind van het seizoen een beetje. Ja. Een beetje wel. Nog even. Maar jullie draaien in de zomer met 4 brugwachters. Is dat nu ook nog steeds zo? Nee. Oké. Nu met z'n tweeën. Daarom fiets ik mijn eigen wezen los. Ach, is dat goed voor je conditie? Oh, dankjewel. Het is goed voor je conditie. Hè. Ja, nee, dat is waar. Heb jij helemaal gelijk in. Maar niet... Dus nu moet je naar de volgende brug, of niet? Ga ik weer naar die brug, ja. Oké. Okay. En met de fiets? Met de fiets, ja. Oké. Okay. Neem je telefoon even op, joh. Ik heb geen zin in. Oh. Ik weet dat hij daar recht is. Oh, oké. Okay. Dus nu ga jij weer naar de vechtbrug dan? Ja. Oké, okay, nou, dan lopen we met je mee. Nou, dat moet je doen. Ja, we lopen met je mee. We lopen met je mee. Ja. Maar is het allemaal automatisch eigenlijk hier? Ja, allemaal automatisch. Je moet er niet lang voor gestudeerd hebben? Hartstikke lang. Ja? Ja. Want ik heb wel gehoord dat er zijn wel cursussen voor, hè, voor een brugwachter. Ja, die zijn er ook, ja. En die heeft u ook gevolgd? Nee. Ach, maar je bent oud watersporter, denk ik. Nee, niks. Nee? Nooit met het water gaan? Nee, echt niet. Oké, okay, nou, wij lopen met u mee. We lopen vooruit. We hopen natuurlijk niet dat hij zelf te hard fietst, want anders gaan we weer shots missen. Ja, we hebben hier duidelijk te maken met een brugwachter die is een beetje mediaschuw. En daar gaat hij. Ja, dat wil ik heel graag voor u doen, maar nu moet u me even vertellen bij welke brug u ligt. Ik heb er 4 en de naam staat op het blauwe bordje. Ik doe dit al 10 jaar. Ongelooflijk dat het mij ontslipt is, want de PR-machine zou dat eigenlijk wel. Want we hebben het graag over vrouwelijke brandweermannen, vrouwelijke agenten. We hebben een vrouwelijke brugwachter en ik weet het niet. Maar het zou misschien verklaren als ik vertel dat ik een 0-urencontract heb en dat ik een soort vliegende kiep ben hier. Ach, jij doet het als niemand anders het durft of wil? Als niemand anders kan. Juist. Ja. Oké, okay. Ja. En dat is vandaag op zondag? En dat is vandaag. We hebben een collega die ziek is en dan word ik gevraagd of ik beschikbaar ben en dat kon ik. Oké, okay. Ben jij een weesper? Ik ben geen weesper, niet van geboren. Ik heb hier wel 27 jaar gewoond en ik ben onlangs verhuisd. Weesp uit, dus dat is wel heel leuk voor mij. Het is dan weer een beetje mijn navelstreng met weesp dan. Wat moet je kunnen om een goede brugwachter te zijn in Weesp? Wat je moet kunnen, ik denk dat je moet kunnen multitasken. Ik denk dat je je ogen goed moet kunnen gebruiken. Je moet je onderbuikgevoel goed kunnen gebruiken. En wat heel fijn is, is dat je kunt begrijpen wat een schipper drijft. Letterlijk. Juist. Je moet iets met het water hebben en met de watersport. Absoluut iets met de watersport hebben. Dat is absoluut een pre. Het is wel aan te leren, maar het vergemakkelijkt je taak. Als je snapt wat een schipper beweegt. Als brugwachter heb je het eigenlijk drukker met het landverkeer. Want als die mij zien, dan hebben ze allemaal haast en dan willen ze er snel voorheen. Ja. Terwijl ik de schipper een signaal kan geven van ik kom je zo helpen. Juist. En blijven dan geduldig op mij wachten. Mm-hmm. Dus dat is belangrijk. Geduld, rust, overzicht. Mm-hmm.
je niet gek laten maken. Op zich een toeristische attractie. Je ziet het in Muiden bij de sluizen. Ja. Daar hele familiefetes worden op dat dek uitgevochten. Ja, dat is heel jammer. Papa denkt de kapitein te zijn omdat hij een pet op hebt. Nou, papa is vaak zelf ook onzeker. Ja. En uitzicht dat dan op zo'n manier. Ik doe naast dit werk, probeer ik ook af en toe nog eens vaarlessen te geven aan mensen. En waar ik dan voornamelijk me mee bezig hou, van hoe ga je nou samen in zo'n boot zitten? En hoe hou je het samen leuk? Ja, dat lijkt me handen op het water. Ja, en dan is het anders wel eens heel leuk om de taken te wisselen. En dan gaat u maar eens op het dek staan met de lijnen. En geen watersporten zelf? Nee. Ach. Nee, ik ben geen watersporter. Ik zie watersport genoeg hier al. Nooit zelf gedacht, ik wil een boot. Nee, nee. Hoe komt dat? Nee, ik hou niet van een boot. Je houdt niet van een boot, nee, maar je houdt wel van water. Ik hou wel van het water, ja. Ja. Dus. Want je doet dit al 5 jaar? Ik doe het 5 jaar, ja. En het wordt geen sleur? Nee hoor. Nee? Nee. Oké. Het is hartstikke leuk. Maar ja, daar komt weer wat aan, hè? Ja. Het begint langzaam te regenen. Heel langzaam, ja, dus ik sta al droog. Jij staat droog. We hebben flink storm gehad vandaag ook. Ja, weet je, ja. Ja hoor, fijne dag. Jij doet uitsluitend de spoorbruggen. Ja, dat klopt, ja, al 20 jaar. 20 jaar? Ja. Hey, maar jij mag dus uitsluitend die brug openmaken als er een signaal wordt gegeven dat het kan. Hoe gaat dat? Nou, ik bel de verkeersleiding op en dan kijken we of er nog treinbewegingen zijn. En als er geen treinbewegingen zijn... Ja, dan kan ik de brug gaan draaien. En welke bruggen doe je allemaal een beetje in de buurt? Nou, Weesp, Elsterdok. En soms worden we wel eens op storing. Als er bijvoorbeeld een brug ergens in onderhoud wordt en ze hebben een brugwachter nodig, dan worden wij daar ook wel eens voor ingehuurd, ja. Dus jij bent officieel brugwachter van Rail Support? Van Rail Support, ja. En dat is een baan, daar word je voor opgeleid, neem ik aan? Ja, ik was toen bij de NS verkeersleiding, ben ik daar voor opgeleid, ja. Oké. Okay. Ik heb nog uit de opleiding van de oude NS verkeersleiding gehad. Dat waren de echte opleidingen? Dat waren toen de echte opleidingen. Voor de rest, ja, wij als Rail Support zijn een spoorveiligheidsorganisatie. Wij doen buitendienststellingen, ook grenswachten en dat soort dingen. Ook voor de metro in Amsterdam zijn we ook veiligheidspersonen voor. Houdt dat veiligheidspersoon in dan op dat vlak? Als er dus werkzaamheden zijn bij een perronspoor... het is buitendienst en ja, er moet er altijd een veiligheidspersoon bij zijn. Juist. Die zorgt dat mensen niet aan de derde rail gaan komen en dat ze blijven werken in een spoor waar het nodig is. Hey, maar doet die brug het goed? Hij is helemaal gerestaureerd, ja, he, onlangs. Hij doet het goed. Ja. Geen technische storingen, gaat met de warmte of zo? Nee, helemaal niks. Dus, want dan moeten jullie koelen of niet? Ja, dan koelen. Dat doe je zelf? Nee, dat laten we doen. Oké. Okay. Dus heb ik geen tijd voor. En ik zie allemaal meters op nul staan daar, is dat goed? Ja, dat is hartstikke goed. Die doen het niet meer. Echt waar niet? Nee. Je gaat me toch niet vertellen dat deze brug het niet helemaal meer doet? Jawel, hij doet het hartstikke goed. Maar? Alles zit beneden in de kast. Ah, het is helemaal automatisch? Ja. Oké. Okay. Je hoeft nergens over... Ja, je hoeft alleen maar goed op te letten. Ik moet opletten wat er gebeurt, ja. Dus, dat snap ik. Voor de rest niet. En hoe zijn die watersporters in het echt als ze vrij zijn? Als ze vrij zijn? Op het water, ja. Op het water, ja. Zijn ze aardig en niet aardig, hè? Toch wel, die heb je ook. Ja hoor. Ja? Zeker wel. En dan moeten jullie aardig blijven? Je moet heel aardig blijven, ja. Je bent gastheer van Weesp? Ja, we mogen niet lelijk doen, hè? Nee, ik snap het. Hey, dus, hoeveel boten komen er ongeveer langs hier? Dus nu de 200, 250. Het hele jaar? Het hele jaar. Een dag. Oké. Okay. Jullie worden niet afgerekend per boot? Nee. Jammer, hè? Was maar wel. Per dag. En die kilometers met die fiets, want jij doet het nu in je eentje vandaag. Ja. Jij maakt kilometers dus. Ja. Hoeveel? Dat durf ik niet precies te zeggen. Een kilometer of 20 op een dag zeker wel. Oké. Okay. Dus, jammer. Nou, en wanneer stopt het seizoen ermee? 1 november. En wat doe je dan? En dan ga ik het schoonmaken van de ruimtes waar we leven. Oké, okay, ja. Dus, hou het even in de gaten. Ik wil geen ongelukken bij. Nee, kijk je uit, Pieter. Ja. Ja. Pak die fietsers maar allemaal. Ja. Mooi bedrijfje voor je. Het is een nummer 3! Zo. Kijk, dat was nog alles, Peter. Ja, maar ik kom een onaangekondigd langs. Ja, maar dat is juist het leuke. Dat zijn dingen waar ik niet van hou. Maar dat is juist het leuke wat wij doen. Ja, ja. Dan want als wij jou van tevoren gaan bellen, dan ga je zenuwachtig worden. Nee, en dan denk je wat... Dan kom ik gewoon niet. Nee, kijk, dat bedoel ik. En nu hebben we hem wel. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ben jij nu klaar? Want je draait door tot 6 uur, 6:30? 7 uur. Okay. Maar nu ga ik naar de Zwaantjebrug. Aha, want daar in de kom van Weesp. Ik wens jij nog een mooi watersportseizoen. Ja,
Ik wil je veel plezier verder. En kijk rustig uit. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Doei. Doei. Dankjewel, hè. Is goed. Oké. Okay. Voor het inkijkje. Dank je. Doei, doei. Ja. De stemming van onze burgwachter Peter is omgeslagen van chagrijnig naar lachen. Het weer daarentegen is een stukje veranderd. Het was mooi, mooi licht, mooie beelden. Voordat je het weet is het weer zomer. Tot de volgende Alles wat groeit en boeit. Ja.